Aandelenmarkt beweegt met een willekeurig patroon door de tijd. We kunnen niet met zekerheid zeggen of het aandeel omhoog of omlaag gaat. Om deze onzekerheid te verminderen kan men een optie nemen. Dit contract geeft het recht, maar niet de verplichting, om een aandeel op een vooraf afgesproken moment en prijs te kopen. Nu daalt het aandeel bijvoorbeeld. Aandelenkopers verliezen nu 20 euro. De optiekoper heeft alleen een optie op het aandeel gekocht en niet het aandeel zelf. Hij verliest dus alleen de prijs van de optie. Maar wat is de prijs van een optie eigenlijk? We weten natuurlijk niet of de koers zal stijgen of dalen. Dus weten we ook niet of het zin heeft om gebruik te maken van het recht om het aandeel in de toekomst voor een vooraf afgesproken prijs te kopen. Hoe waardeer je iets dat je nu koopt, maar waarvan je de waarde pas in de toekomst kent? Fisher Black en Myron Scholes vonden hier het antwoord op. Up until the time that they came up with their insight, the world was full of uncertainty and risk. Uncontrollable and unanalyzable. And then, in a moment of tremendous clarity, they realized that two risky positions taken together can effectively eliminate risk itself. In ons profielwerkstuk hebben wij, na het Black Scholes model te hebben afgeleid, onderzocht hoe goed het model werkt in de praktijk. Dit deden we door reële data te verzamelen en deze te analyseren in combinatie met het model. Een van de parameters, de volatiliteit, bleek waardevolle informatie te bevatten over de juistheid van het model. Zo kwamen we erachter dat het Black-Scholes model, door uit te gaan van de normale verdeling, opties in sommige gevallen verkeerd waardeert. Het Black-Scholes model gaf het startschot voor grootschalige derivatenhandel, die op zijn beurt weer een belangrijke rol heeft gespeeld in verschillende economische crises. Ook deze rol hebben wij onderzocht. Dit deden we aan de hand van het faillissement van investeringsbedrijf LTCM, dat is opgericht door de bedenkers van het model. En aan de hand van de recente kredietcrisis. We vonden dat bepaalde aannames van het model ten grondslag liggen aan verschillende problemen. Daarnaast veroorzaakt het derivatenhandel een complexe verwikkeling van financiële producten. Als het misgaat, gaat het dus goed mis. Wiskunde is een wetenschap van absolute waarheid. Als men wiskunde toepast op de economie, dan zijn de uitkomsten soms minder betrouwbaar. Sommige mensen negeren dit echter.